In gesprek met Diederik, Diederik Woldzak. Niet woonachtig in Nederland, hè? Jij woont op het prachtige Costa Rica. Ik woon gedeeltelijk in Costa Rica en gedeeltelijk in Victoria, British Columbia. Oké, okay, hoe ben je daar zo terechtgekomen? Nou, daar woon ik. Ik woon al 55 jaar in Vancouver. Ik ben in 64 uit Holland weggegaan. Naar een dienst geweest zijn. En daar woon ik dus al sindsdien. Hmm. En ik spreek ook nog maar nauwelijks Nederlands, dus we gaan het proberen. Ja, ik vind met je accent nog wel meevallen. Anders gooi je er af en toe wat Engelse woorden in. Het maakt dat is een stuk makkelijker voor me. Maar, ja. Je hebt gisteren een lezing gedaan met Miracles in Contact in Amersfoort. Ja. Wat was het thema? Het thema was eigenlijk een heel mooi thema. Het is heel vreemd, want ze vragen me ieder jaar om te komen. De eerste zondag van september. En in januari vragen ze me altijd waar ik over ga praten. En voor mij is dat een hele vreemde toestand, dat ik weet 5 minuten van niet, niet eens waar ik over ga praten, laat staan 6 maanden. Ja. Maar het onderwerp was identiteitscrisis. En wat natuurlijk enorm toepasselijk is op wat er nu aan het gebeuren is. Want alles heeft met identiteit te maken. En waar ons werk op gebaseerd is, is om te vinden wie je denkt dat je bent, en dat is je valse identiteit. En wie je echt bent natuurlijk, is alleen liefde. En dus ons werk is gebaseerd op het ontdekken van welke identiteit heb je zelf verzonnen. Mm-hmm. En hoe kunnen we die transformeren terug naar de waarheid. En moet die identiteit dan ontmanteld worden? Of wat doen we ermee? Het hangt er vanaf wat die doet voor je. Er zijn identiteiten die mensen verzinnen die wel positief zijn en die voor ze werken, die hoeft niet ontmanteld te worden. Maar meestal is een identiteit, hij is altijd vals, maar meestal is hij ook negatief en destructief. En dan is het erg belangrijk dat hij ontmanteld moet worden. Ja. En een identiteit die noem ik normaal een belief. Dus een belief dat ik over mezelf heb, wie ik denk dat ik ben bijvoorbeeld, is een groepje beliefs. Overtuigingen. Aannames, precies. Ja. En die aannames die werken voor je of die werken niet voor je. En als ze niet voor je werken, dan kunnen we ze ontdekken wie ze zijn. En wanneer je ze verzonnen hebt, wanneer je ze zelf uitgevonden hebt. En op het moment dat je ze zelf uitgevonden hebt, daar transformeren we ze. Hmm. En dan valt al het anders vandaar af, valt weg. Dus bijvoorbeeld op mijn... In mijn jonge jeugd zat ik in het kamp in Java, Jappenkamp, een Japanners kamp. Jappenkamp klinkt zo naar, en dat zeg ik ook liever niet, maar een Japans kamp. En daar heb ik dus een hoop op identiteit verzonnen, die enorm negatief was en enorm haatvol en enorm angstig. En als ik die niet getransformeerd had, dan zou ik hier nu niet zitten. Dan was je? Dan had ik een einde gemaakt. Ja? Ja. Waren die zo sterk? Ja, die waren enorm destructief en enorm haatvol. En het resultaat ervan was dat ik aan drugs en alcohol veel te veel aan verslaafd was. Mm. Alles is te veel, maar in mijn geval was het echt veel te veel. En ook relaties die allemaal moeilijk waren en allemaal gebaseerd waren op conflict en strijd en ruzie. Je noemt het maar, een heel vervelend leven. Toch is dat niet gek als jij in een kamp hebt gezeten als een gevangene. Dat is nogal wat, hè? Of maak ik het dan nu zelf weer groter dan het eigenlijk is? Nee, het is wel wat, maar het is niet verschillend van jouw jeugd. En dat vind ik altijd zo belangrijk, dat mensen dat zich realiseren. Het is, iedere jeugd heeft dezelfde mogelijkheden om een valse identiteit te voorzien. Hmm. Dus als jij een moeder hebt die een beetje gedeprimeerd is, dan is dat precies hetzelfde als een kamp. Een bewaker of een... Precies, dat komt allemaal op hetzelfde neer. Hmm. Want waar het op neerkomt, wat doe ik ermee? Dus wat besluit ik over mezelf onder deze omstandigheden? En in mijn geval was het, ik heb geen waarde, niemand zou iets van mij kunnen houden, alles is mijn schuld. En dat was een hele belangrijke ontdekking, die ik ontdekte een jaar of 18, 19 geleden in een holotropic breathing. Een holotropic breathing is een heel diep ademproces, waar onder, nou het Engels komt natuurlijk even naar boven, door dat proces kan je soms situaties ontdekken die je cognitief nooit zou kunnen ontdekken. En daardoor, ik deed het toen een keer, want het onderwerp van het kamp kwam op
En ik had al een hoop werk gedaan, ik had een hoop vergevingswerk al gedaan. Ik had geen enkel probleem met de Japanse volk, met de Japanse cultuur. Je had gewoon sushi? Ik had een hoop sushi, ik vind het heerlijk. Ik had een Japanse auto, ik deed me allemaal niets. En ik dacht dat ik er klaar mee was, maar iedere keer als dat onderwerp van het kamp opkwam, dan kon ik niet praten. Dan ging mijn keel dicht, dus ik wist dat er wat was. Dus toen heb ik daar een holotropic breathing over gedaan. En toen kwam uit dat al het lijden wat ik in de kampen gezien had, was mijn schuld. Niet alleen dat, maar alle kampen in de wereld waren mijn schuld. Wow. En niet alleen dat, de Tweede Wereldoorlog was mijn schuld. Dus dat was een hoop schuld. Maar iedereen heeft zo'n hoop schuld. Het is alleen een kwestie van, hoe kan je het vinden? En als je het gevonden hebt, dan sta je ten eerste volkomen verbaasd. En ten tweede kan je dan ook zien dat het niet waar is. En daar komt het op neer. Dus het werk gaat altijd terug naar een absoluut onverantwoordbare onschuld. Dat is die essentie van ons werk. En daar gaat het altijd heen. Soms heel snel en soms duurt het iets langer. Daarom was ik ineens zo fan van non-dualiteit. Non-dualiteit vertelt mij dat er geen doener van het gedane is. Toen maakte ik de logische conclusie. Ja, dan heb ik dus ook nooit iets fout gedaan. Dan hoef ik ook niet schuldig te zijn. Precies. Precies. Is het zo simpel? Zo simpel is het, maar het probleem van dat is dat dat kan ook leiden naar een onverschilligheid. Het kan ook leiden naar een echt niet begrijpen waar je hier wel voor bent. En waar ik hier wel voor ben, is om liefde te geven en te ontvangen. Dus als je echt non-dualiteit, dan zijn we hier niet, dan ben ik intellectueel ben ik het daar volkomen mee eens. Maar dat is niet praktisch. En ik hoor mensen zoveel zeggen van, oh, dit is maar een illusie. Ja, maar als ik jou in je schenen schop, dan is het geen illusie. Nee. En daar moeten we mee werken. Dus ik wil nooit mensen praten, horen praten, mezelf zeker ook niet, op een toon waar ze niet zelf in zitten als een ervaring. Als een soort omgevallen boekenkast, alle Advaita dogma opdreunen. Ja, en precies. En dan zeggen, precies. Ik ben verlicht. Ja. Want ik was al verlicht bij geboorte. En dan vraag ik, hoe is je relatie met je vrouw of met je echtgenoot? En dan is dat niet zo best. Dan betekent het dus helemaal niks. Nee, heeft niks te zeggen. Het heeft niks te zeggen. Nee. Hoe zie jij dan verantwoordelijkheid? Want dat is altijd de vraag die je vaak hoort. Hè? Ja, hoe zit dat dan als er geen doener is? Wie draagt dan de verantwoordelijkheid voor de gedane dingen? Ik? Absoluut. Absoluut. Maar niet in een vorm van schuld. Dus ik ben volkomen verantwoordelijk voor alle vergissingen die ik gemaakt heb. En alle fouten die ik gemaakt heb. Maar fundamenteel, hebben geen van al die dingen ook maar invloed gehad op wie ik ben. Dus wie ik ben, is nooit geraakt. En dat is een enorm belangrijk concept, want als je dat inderdaad vasthoudt, dan kun je praten over alle dingen die je verkeerd gedaan hebt, en die kwamen van een valse identiteit, want die identiteit, die kiest wat je doet. Dus zolang je die niet verandert, heb je geen keuze. Dus je blijft doen activiteiten die consistent zijn met je overtuiging. Als die overtuiging niet getransformeerd wordt, heb je geen enkele keuze. Dan blijft het gewoon doorgaan. Maar wie ik echt ben, is nooit geraakt. Dus ik gebruik altijd het voorbeeld van de kruisiging. Waar op een gegeven moment zei hij, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Ja. En iedereen denkt dat betekent dat ze maken het kind van God dood en dat hadden ze niet moeten doen, maar dat weten ze niet. Ik zie het heel anders. Ik zie dat wat hij zei, ze denken dat ze mij pijn doen, ze denken dat ze mij vermoorden, maar dat kunnen ze niet. En daarom weten ze niet wat ze doen. Aha. Maar wij hebben het, vooral er zijn christelijke kerken die het gewoon in een guilt trip gegooid hebben. We zijn allemaal schuldig, hij is gestorven. Hij heeft zich opgeofferd voor onze zonde. En wij moeten boeten. Ja, en dan moeten wij de rest van ons leven verboeten. En is dat leuk? Ja, helemaal niet leuk. Ik vind het veel leuk om te horen. Er is niks gebeurd. Je kan me opspijkeren en je kan me ogenschijnlijk doodmaken, maar dat kan niet, want ik ben de geest. En daar gaat het werk uiteindelijk om. We zijn alleen spirit. Dus het is echt transpersonal psychology in praktijk. Ja. Het werk wat we doen. En volgens jou heeft het ego wel degelijk een functie. Tenminste, dat hoorde ik je zeggen in een interview met een aantal Amerikanen. Het ego wordt natuurlijk in deze kringen nog wel eens verdoemd als de grote boosdoener hè, buiten ons. Alsof het een soort entiteit is die ons beïnvloedt. Hoe zie jij het ego?
Nou, ik zie het ego een beetje blasfemisch. Ik zie het ego als de rechterhand van de Heilige Geest. Wauw. Ik zie namelijk, als ik niet pijn heb, geestelijke pijn, dan doe ik geen werk. Hmm. Dus het ego vertelt me, je hebt nog verkeerde ideeën. En dan schopt het me in de schenen, of het slaat me over mijn kop, of het laat me iets heel doms doen. En dan weet ik precies, oh ja, ik moet aan het werk. Maar zonder dat ego zou ik dat niet weten. Er staat een lijn in een cursus in wonderen, dat is een van de underpinnings van ons werk. Discomfort is aroused only to bring the need for correction to awareness. Nou, vertel dat maar even. Je wordt oncomfortabel alleen om je te realiseren dat je even aan het werk moet. Ja. Nou, hoe word ik oncomfortabel? Door het ego. Die trekt aan de bel. Ja. Die geeft me een klap over mijn kop en die zegt, je zit weer fout. Hmm. En zonder het ego zou dat niet gebeuren. En ik weet dat ik vrijwel alleen sta in deze interpretatie. Want er zijn mensen in de cursus in wonderen die zeggen, als je angst ervaart, heb je het ego aan de lijn. Dus met andere woorden, niet naar luisteren of zo. Absoluut naar luisteren. Wel. Absoluut, want anders weet je niet wat je moet transformeren. Ja. Dus iedere upset, ieder moment van onvrede is enorm belangrijk. En is een cadeau. Want dan kan je zeggen, oh dank je, ik moet even aan het werk. Hmm. Dus er komt iemand binnen die ik niet uit kan staan. Dan zeg ik meteen, dank je, ik moet even kijken wat er van mij nu naar boven komt, wat ik moet transformeren. Het heeft niks met hem te maken of haar te maken. Het gaat alleen over mij. Ja. En dan kan ik aan het werk. En zonder het ego zou ik dat niet weten. Hmm. Dus het ego hoeft niet weg, het hoeft ook niet getransformeerd. Het is... Je kan het niet transformeren. Het ego is een idee van afscheiding. Het is een idee van zonde. Het is een idee van, er kan iets verkeerd met je zijn. Maar omdat het alleen maar een idee is, hoef je er niks mee te doen, anders dan niet meer geloven en gebruiken. Ja, oké. Dus het ego is niet tegen je. Dat is wel een mooie les die we hier van dit gesprek kunnen opsteken. Er is niets tegen je. Helemaal niks. Nooit. Alles is altijd voor je. En voor wat? Voor je genezing of voor je terugbrengen naar de eenheid, naar de waarheid, ja. Naar wie je echt bent. Dus alles doelt, heeft altijd dat doel, wat het ook is. Dus als ik met mensen werk, bijvoorbeeld die een vrouw verloren hebben, of een man verloren hebben, niet de eerste dag daarna, maar na een tijdje, dan vraag je dus, waar was dat voor? Wat werd je aangeboden? De verhalen van de kampen, waar waren die voor? Die waren voor mij, dat is mijn pad om terug te gaan naar de waarheid. Ja. Je noemde nog een mooi voorbeeld over een speelgoedje wat je kreeg van je vader. Ja. Het viel in het water. En je vader vertikte het om dat speelgoedje uit het water te halen voor je. Ja. En daar begon jouw... En daar maakte, toen verzond ik op dat moment dat niemand ooit van mij zou kunnen houden. Niemand zal mij ooit ondersteunen. En dat speelde voor 50 jaar. Die overtuiging. En het was zo sterk dat zelfs als mensen wouden me ondersteunen, ja. Dan zou ik het saboteren. Want het paste niet bij het people. Het paste niet bij mijn identiteit. Zo, die identiteit is ontzettend belangrijk om te weten wie je denkt dat je bent. Ja. Maar wie je denkt dat je bent, ben je niet. Maar totdat je weet wie je denkt dat je bent, betekent dat niks. Is het dan niet gek als ik dat verhaal hoor, dat ik dan meteen ga denken, ja, maar waarom heeft die vader niet gewoon even dat speelgoedje gepakt? Maar daar gaat het niet om. Zie, dat is het ego. Dat is het ego. Dat is het ego. Het ego wil iets buiten je veranderen, zodat jij je beter voelt. Hmm. Dus ik hoop, ik wil dat mijn vrouw bijvoorbeeld trouw blijft, dan hoef ik niet te kijken naar mijn vrees dat niemand van me houdt. Dus dan is het haar taak om mij te beschermen van mijn eigen vrees. Ja. Dus ideaal gesproken, ik zou zeggen, ik ga niet overspel spelen, maar ik ga er wel naar kijken, want anders gaat het toch gebeuren. Ja. Dus als je vader dat speelgoedje wel had gepakt, dan was er misschien wel weer iets met een leraar voorgevallen of een andere gebeurtenis? Absoluut. Het gaat overal gebeuren. Ik zeg vaak, als jouw vader Jezus is en je moeder is Mary, dan gaat het toch gebeuren. Je gaat toch een overtuiging maken, want je denkt dat je hier bent. Dus zolang dat je denkt dat je hier bent, heb je al overtuiging. Ja. Dus dat is niet te voorkomen. Als er nu ouders zitten te kijken, oh, ik ga vanaf nu ieder speelgoedje van mijn zoon of dochter meteen uit het water pakken. Onbegonnen werk. Het heeft geen enkele zin. Nee. Het gaat niet om beter gedrag vertonen. Nee. Om jou te helpen. Daar help ik jou niet mee. Tegenovergestelde.
Tegenover. Daar hou ik jou mee. Dus je moet nooit bang zijn om gewoon jezelf te zijn met andere mensen. Want als je zegt dat ik mezelf ben en door mezelf te zijn is iemand beledigd of gekwetst of wat dan ook. En ze hebben het werk gedaan, dan zeggen ze dank je. Want dat betekent dat ik nog iets moet genezen. Dat is nog één overtuiging, of twee of drie of dertien, die ik nu moet transformeren, want anders had jij me niet kunnen raken. Ja. Dus wat me ook raakt, heeft het doel van genezing. Dus niet ontmijden, ga erheen. Een vergevingskans wordt het in de cursus. Absoluut, ja, absoluut. Kans tot vergeving. Ja. En dan is het weer dat je kan denken, oh, dan moet ik dus die, dan had jij je vader moeten vergeven. Dan gaat het ook niet om. Het gaat helemaal niet om mijn vader vergeven. Het gaat om mij. Het gaat alleen maar om mij. Ja. De tweede stap van ons proces is absoluut, het gaat over mij. Ja. En die is ook het moeilijkste, want iedereen wil altijd dat doen. Bewijzen graag. Ja. Het gaat over mijn vader, die had dat niet moeten doen. Ik had niet in de kampen moeten zitten. Ik had lekker in Holland op een mooie boerderij moeten wonen toen ik jong was. Dan was alles goed geweest. Nee, het is allemaal hetzelfde. Komt toch terug op hetzelfde. Iedereen heeft zijn eigen kamp. Ja. In zijn gedachten. Dus de een, dan, dat is ook alweer eerlijk, want de een treft het dus niet slechter dan de ander. Nee. Ogenschijnlijk en in de illusiebel. Jij bent geboren met een zilveren lepel in je mond, je hebt een hoop geld, je gaat naar de beste scholen, maar het maakt niks uit. Het blijft. Je hebt nog dezelfde overtuiging die iemand heeft die op de straat geboren is en nooit een huis gezien heeft. Ja. Dus het metafoor van een kooi, maakt niet uit of je een gouden kooi, zilver, brons of een roestige kooi, het blijft een kooi. Het is je eigen kooi, je hebt hem zelf gebouwd, je hebt er zelf in gezeten, je hebt zelf op slot gedaan. Daar kan ik niemand de schuld van geven. Nee. Geen schoolsysteem, ik heb het kapitalisme ook nog wel eens vervloekt. De maatschappij waar ik in leef, belastingdienst. Op een gegeven moment, ja. Nee, op den duur begin je te realiseren dat het allemaal hetzelfde is. Ja. En een van de moeilijke leringen van Cursus in Wonderen bijvoorbeeld is dat het alleen maar God. Nou, als dat waar is, dan is God ook in het kapitalisme. Dan is God ook in de branden in de Amazone op het ogenblik. Dan is God ook in het Witte Huis. En dus ook Trump en dus ook het ego en dus ook moorden en Syrië. En ja, de enige vraag is altijd, waar is het voor? Wat wordt er nu aangeboden? Nou. Wat er nu aangeboden wordt, is een gelegenheid om iets te leren en te genezen. Heb ik zo'n mooie poster van Cursus in Wonderen bij mij op de gang hangen. En daar kan ik volgens mij is de laatste zin, verlossing is mijn enige functie hier. Ja. Maar dan zou je kunnen denken, oh, ik moet me vanaf nu als de grote verlosser gaan opstellen. Maar dat is het dus ook niet. Dat ben je ook, van jezelf. Oké, dus het heeft wederom niks te maken met de buitenwereld die er toch niet is. Ja, zie, dat is een beetje glibberig. Het heeft niets te maken met de buitenwereld, omdat ik de buitenwereld zelf uitgevonden heb. Dus ik zie jou, ik zie niet wie jij bent, ik zie alleen mijn gedachten geprojecteerd op jou. En die denk ik dat je bent. Dus de verlossing komt inderdaad als ik mijn eigen werk doe, want dan leer ik jou te zien zoals je bent. Ja. En als ik dat doe, dan ervaar je dat ook anders. Dus als ik kijk met jou naar jou met haat, omdat ik mezelf haat en het projecteer meteen op jou, dan ervaar je dat als vervelend of niet leuk, of je wil weg, of je wil mij nooit meer zien, tenzij je het werk doet. En als je het werk doet, dan denk je dank je. Er kwam iets naar boven toen jij zo naar mij keek en daar moet ik nu ook aan werken. En in die zin ben ik te verlossen. Oké. Een van jouw lezingen op YouTube heet ook, ik verzin dit allemaal zelf. Ja. Wanneer verzin ik dit dan? Of is dat geen wanneer? Je hebt al lang verzonnen, je bent verzonnen toen je geboren bent. Dus zodra je geboren bent, verzin je dat je hier bent. Dat je afgescheiden bent van je moeder, dat je alleen bent. Je moeder is 1 minuut te laat met borstvoeden. Wat betekent dat? Ze houdt niet van je. Wat betekent dat je gaat dood? Wat betekent dat je bent alleen? Meteen verzin je het. En is dat naar 1 basisovertuiging of basisaanname te herleiden? Die blijf je herleiden omdat je geen keuze hebt. Dus zodra je dat besloten hebt, zodra ik besloten heb dat ik afgescheiden ben van de eenheid, dan ga ik dat ook bewijzen. Ja. En daarom zeggen we, als ik met mensen werk die in huwelijksproblemen zitten, dan vraag ik, waarom ben je getrouwd? Dan zeggen we, hielden van elkaar. Nee, je hield helemaal niet van elkaar. Je had geen idee wie je bent. Wat is het doel van het huwelijk? Om van jezelf te leren houden. Als een weerspiegeling. Ja. Dat is het doel. Mensen trouwen niet omdat ze van elkaar houden. Want ze weten nog niet wat dat betekent.
Ze denken, ik hou van jou en jij gaat mij iets brengen wat ik nodig heb en dat doe je goed. Als je het niet goed doet, wil ik een echtscheiding. En dan ga ik met Christine. Hmm. En Christine die gaat het me nu geven. Ja. Het gaat nooit gebeuren. Dus het gaat ook niet om de perfecte partner zijn in een huwelijk? Iedereen waarmee je bent is de perfecte partner. Ah. Dus met wie je ook bent op dat moment is de perfecte partner. Want die weerspiegelt wie jij denkt dat je op het ogenblik bent. Ook als hij je slaat? Ja, precies. Dat verdien je. Wauw. Dat heb je uitgenodigd. Dat verdien jij op een heel diep niveau. Anders zou je niet met haar zijn of met hem zijn. Dus die klappen, die verzin ik ook zelf? Nee, de klappen verzin je niet. Je verzint die interpretatie van de klappen. Dus die klappen die kan ik zien als een vraag om liefde aan jou. Want jij slaat mij, dus jij bent boos. Daarom vraag je om liefde. En dat kan ik alleen doen als ik volkomen in vrede ben naar de klap. Dus die klap doet me niks. En dat is dus Jezus aan het kruis. Dat deed hem niks. Maar als ik een reactie heb, dan is dat mijn vraag voor liefde. En die moet ik eerst zelf antwoorden. Hmm. Dus die klap heeft een fantastisch doel, als ik maar weet waar die voor is. Ja. En het is niet, jij zit hier nu niet te promoten, mannen en vrouwen slaan elkaar maar bont en blauw in een huwelijk? Absoluut niet. Nee. En mensen vragen ook wel in deze, zoals jij het voorstelt, dan zou je nooit uit de relatie weggaan. Dat is onzin. Als de relatie bijvoorbeeld, hoe noem je dat, abusive, wat is het? Ja, misbruik. Misbruikelijk, vooral fysiek en ook emotioneel misbruikelijk is, dan moet je eruit. Ja. Tenzij je allebei kan zeggen, dit is een misbruikende verhouding, een relatie. Ik doe het aan jou of jij doet het aan mij of we doen het aan elkaar en het is verschrikkelijk. Maar we kunnen het ook omdraaien, we kunnen het ook transformeren. Ben je daartoe bereid? Ja. En dan als je partner zegt, nee, het is allemaal jouw schuld, dan kom je niet veel verder. Hm. Dus er is een oude regel die ik al zo lang geleden leerde en nooit begreep, maar nu wel. You don't leave a relationship till it's working. En dat betekent dus, je verlaat niet een verhouding, een relatie, totdat je alles geleerd hebt wat er daarin geleerd kan worden. Hmm. Dat betekent niet je verlicht bent. Dat betekent gewoon wat door jou nu weerspiegeld wordt, heb ik nu genezen. Ik vind je lief, ik hou van jou. Maar het is niet waar ik nu al klaar mee ben. Nu ga ik naar de volgende verhouding. En als ik mijn overtuiging meeneem naar de volgende relatie, komen die weer naar boven, krijg ik er weer bewijs voor en kan ik er weer aan gaan werken. Ja. Eckhart Tolle heeft wel eens gezegd, het is een soort spiegel waar allemaal vlekjes op zitten. En liefdesrelatie is de bedoeling dat je die vlekjes bij elkaar en bij jezelf wegpoetst. Ja. Zodat je liefde die je bent er doorheen kan precies schijnen. Ja, dat is heel mooi. Dat heb ik niet gezien, niet gehoord. Dat is heel mooi. Ja. Ja. Jij bent ook een voorstander van, of nou laat ik het anders zeggen, jij zegt dat wij wel degelijk een keuze hebben. Hè? Choose Again, zo heet ook jouw boek, dat gaat in het Nederlands vertaald worden. Hè? Komt uit binnenkort. Nu wordt er in normaliteit hebben gezegd, er is geen keuze, want je hebt geen vrije wil. Hoe kan ik die twee dingen met elkaar rijmen? Het is ook waar dat je geen vrije wil hebt. De enige vrije wil die ik heb, is om mijn overtuigingen te transformeren. Als ik dat niet doe, heb ik geen vrije wil. Want alles wordt gekozen door mijn identiteit. Dus als ik denk bijvoorbeeld, ik heb een identiteit als iemand waar niemand van houdt, dan zal ik me zo gedragen. Of ik heb een overtuiging dat dit is een gevaarlijke wereld, dan zie ik overal gevaar. En dan blijf ik binnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik ga agoraphobia, whatever. Dus dat komt, maar de enige vrije wil die ik wel heb, is om te zeggen, dit werkt niet voor me. Ik wil even kijken wie die ik is die deze besluiten blijft maken. Hmm. En die ik is een ik die ik zelf verzonnen heb, een ikje. En die zegt, niemand zal je ooit van je houden. Is dat waar? Nee, dat kan niet waar zijn, want ik ben de liefde. De liefde is alleen de waarheid. Kan ik daaraan werken? Die vrije wil heb ik. En dan, daarna, wordt alles gekozen door de nieuwe ik, die nu vrij is althans van één overtuiging, misschien niet van een paar andere, maar één is nu weg en dan gebeurt het ook niet meer. Hmm. De enige overtuiging waar ik nu nog echt mee werk, en die komt zeker één of twee keer per jaar op, is dat ik liefde kan verliezen. En dan gebeurt er dus iets met mijn vrouw, die zegt of die doet iets en dan opeens komt het weer naar boven. En dan zeg ik, wauw, daar is het weer. Ik dacht dat ik er klaar mee was. En wat ga je dan doen daarmee? Meteen processeren. Meteen zeggen, wat geloof ik nu? Kan niet waar zijn. Wat is dat hoor, dat ik verlies? Ik kan geen liefde verliezen.
Dat is onmogelijk. Het is een verkeerde identiteit, een valse identiteit. Ja. En dan over, en het wordt natuurlijk steeds minder. Maar ik kan je zeggen, 30 jaar geleden, ten eerste was ik een onmogelijk mens. Ten tweede had ik een pathologische jaloezie, die echt dodelijk was. En die maakte relaties gewoon hel. Want ik was continu bang dat jij me zou verlaten. Ja, verlatingsangst noemen we dat. Ja. Ja. En dat verdiende ik. Je verdiende om verlaten te worden. Ik verdiende om verlaten te worden. Zo slecht was ik. Ja. Dus als je echt zo slecht bent zoals ik was, dan, ja, dan zou niemand ooit van je kunnen houden. Ja. En dat betekent dus als jij zegt dat je van me houdt, ten eerste nou, geloof ik het niet. Ten tweede is er iets verkeerd met jou, dat je van mij zou kunnen willen houden. En ten derde loop je toch weg. Ja. En als je niet wegloopt, dan maak ik zeker dat je het wel doet. Ja. Dus je krijgt altijd het bewijs, die evidence voor je overtuiging. Ja. Daar heb je geen keuze in. Is een overtuiging überhaupt dan? Is er een overtuiging? Ja, dat woord zegt het al. Een paard is overtuigd. Het heeft te veel tuig op. We moeten dus van dat tuig af. Ja, dat is mooi gezien. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja. Ja, goed zo. De basisovertuiging is, we zijn afgescheiden. Ik ben niet meer gedeeld van de eenheid. Dan begint de Bijbel ook mee. We hebben een hap van die appel genomen en nu zitten we niet meer in paradijs. Nee, we zitten in goed en kwaad. Ja. En er is, ik kan de naam van die Chinese filosoof Tsing Tseng geloof ik niet herinneren. Maar die zei, the decision between right and wrong is the primal disease of the mind. Dus het beslissen tussen goed en kwaad is de primaire ziekte van de mind. Dat is echt een ziekte. Het ligt zo op de loer, hè? Ik bedoel, je kijkt tv, je hebt meteen een oordeel klaar. Je ziet mensen in de restaurant, ik noem maar wat, met borden gooien. Je denkt meteen, dat mag niet. Ja. Je hebt natuurlijk, van kinds af aan, word je het ook geleerd, hè? Wat goed en kwaad is. Absoluut, ja. Vooral in de westerse wereld en de Christianity, die gebaseerd is op zondenaars. Ja. Een heilige. En jij bent geen heilige en ik zeker niet. We zijn absoluut zondenaars. Toch moet je er onderuit, want anders is het leven echt vervelend. Ja. Je bent ook een tijdje ziek geweest, hè? Ja. En bestempelde je dat dan voor jezelf? Is dat dan ook neutraal? Of vind je daar iets van? Ja, de enige vraag die ik altijd heb leren vragen, die ik ook altijd vraag, waar is dit voor? Dus ik kreeg een diagnose van longkanker en ik vroeg, waar is dat voor? En waar was het voor? Ten eerste om te gaan rusten, want ik ben nu 77 en toen was ik 75. En ik werkte 7 dagen per week, 10 uur per dag. En dat duidelijk was niet vol te houden. Dit was het eerste wat ik moest leren. Ten tweede, mijn identiteit als leider van Choose Again en oprichter en belangrijke figuur was een waanzinnige identiteit waar ik vanaf moest. Een zware last. Ja, meer, ik zag het meer als een validatie van wie ik denk dat ik ben. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Kijk maar wie ik ben. Maar als ik jou goed begrijp, even samenvattend, denken wij onszelf ziek? Ja. Dat vind ik een mooie. Ik zei een beetje te snel ja. Want dat wordt een guilt trip. Voor mij zou ik zeggen ja. Okay. Voor jou zal ik dat nooit zeggen. Want dat is een aanval aan jou die jij of zelf opkomt of niet zelf opkomt. Ja. Voor mij weet ik het zeker. Ja. Voor mij ben ik ervan overtuigd dat als ik genoeg haatgedachten in mijn lichaam stuur, dan zegt het lichaam op een gegeven moment, je hebt gelijk. Ja. Ik haat je ook. Ja. En dan word ik ziek. Klinkt ook logisch. Klinkt logisch, maar om dat voor andere mensen te zeggen, daar heb ik het recht niet op. Nee, maar verslaving is ook een ziekte. Ik ben verslaafd aan mijn telefoon. Ik ben verslaafd als ik niet oplet aan lekker eten. Moet ik daar vanaf? Niets moet. Het hangt er vanaf of jouw leven loopt zoals je het wil dat het loopt. Dan ben je vol vreugde, ben je vol liefde. Gaat het er niet vanaf. Nee. Eet je omdat je jezelf haat. Dat is wat anders. Ik dronk bijvoorbeeld ongelooflijke hoeveelheid alcohol. Pure zelfhaat. Ik rookte 3 pakjes per dag. Pure zelfhaat. Ja. Dat is niet de verslaving. De verslaving is de zelfhaat. Dus het gaat nooit om waar je denkt dat je verslaafd aan bent. Dat is een goeie. Daar gaat het nooit om. Nee.
Dus ik ken mensen die zichzelf net zoveel haat als ik. Die nooit een druppel alcohol raken, ja. ook nooit drugs aanhalen. Ja. Maar ze gaan bankroet. Ja. Of hun echtgenote blijft weglopen. Ja. Dus alles is een bewijs of een evidence voor een overtuiging. Ja. En zolang die overtuiging zelfhaat is, komt er verslaving bij. Maar een grotere verslaving is gevoelens. Dus we kennen allemaal mensen die chronisch zich zorgen maken. Ja. Verslaving. We kennen allemaal mensen die chronisch boos zijn. Verslaving. En zelfs spiritualiteit kan een verslaving worden. Ja, maar dat is een goede. Ja, toch? Dat is een positieve, die gaat in de goede directie. Ja, oké. Die gaat in de goede richting. Ik zat op een gegeven moment alleen nog maar Eckhart Tolle te luisteren, te kijken en weet ik wat. Ik dacht echt, ja, maar ik zit mezelf nu een soort spiritueel te verdoven of zo. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een risico, denk ik. Er is een risico als het niet echt jouw ervaring is, als je het niet integreert. Ja. Dus dat het allemaal mooie woorden zijn. En doordat je al die mooie woorden zo goed kan zeggen, omring je met andere mensen die ook zulke mooie woorden zeggen. Maar er gebeurt niks. Nee. Dan heeft het geen zin. Ja. Maar hoe meer je dit werk doet, hoe vrolijker je wordt en hoe blijer je bent. En dat is een goede verslaving. Dat doe ik graag aan mee. Oké. Nou, dat is fijn om te horen. Kunnen we misschien de 6 stappen naar vrijheid eens doornemen? We hebben er misschien al een paar. We zijn er net aan begonnen. Oké. Ja. Hoe begin ik met die? Ja, wat is de eerste stap? De eerste stap is om te erkennen en te waarmaken. To become aware. Wat betekent je er bewust van worden? Je bewust van te maken dat je niet in vrede bent. Okay. Dat is step 1. Nou. En dat zijn we dus zeg maar 23 uur en 59 minuten per dag. De tweede stap is om meteen te zeggen: het gaat alleen over mij. Dus ik denk dat het Trump is, ik denk dat het het klimaat is, ik denk dat het kapitalisme is. De files. Maar daar heeft het niets mee te maken, het gaat alleen over mij. Okay. Dat is de moeilijkste stap. Waarom is dat de moeilijkste stap? Omdat niemand dat wil doen. Niemand wil alleen maar zelf kijken. Iedereen wil de schuld projecteren. Ja, ja. Want als ik het niet projecteer, dan zegt het ego, dan is alles jouw schuld. Dus stap 2 is alleen maar aanvaardbaar als ik ook al aangenomen heb dat er nooit iets verkeerd is gegaan. Dus als alles altijd positief is, altijd voor mij, dan ben ik bereid om stap 2 te nemen. Ja. Maar zolang ik nog denk dat de klimaatverandering slecht is, dan wil ik dat niet, dan wil ik dat niet te verantwoordelijk voor nemen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat niet slecht is. Ik weet nog niet waar het voor is. Nee. Dat is het enige. Dat is natuurlijk zo'n beroemd verhaal, hè? Van zo'n boeddhistische monnik. Je zult dat verhaal ook kennen, we gaan het nu ook niet doornemen, maar van die zoon die dan het been breekt. Ja, precies, met het paard. Ja, dat verhaal. Ja. Dat toont precies aan van, we weten het niet. Ik weet het al niet, ja. Maar wat mist in dat verhaal is mijn overtuiging dat het altijd voor het beste is. Dus hij zei de hele tijd, I don't know. Ja. Ik zeg, absoluut, dank je. Ik ben blij dat ik mijn been gebroken heb. Ik ga even uitvinden waar dat voor is. Oh, daar komen die soldaten aan. Nou weet ik waar het voor was. Ja. Oké. En dan de derde stap is naar je gevoel te gaan. En dat is ook een moeilijke stap, want ik voelde vroeger niet. Ik was alleen boos of depressed. Dat waren mijn twee gevoelens. Hmm. Dus ik heb een gevoelslijst gemaakt met zo'n 65 gevoelens erop. En die had ik in het begin echt nodig. Ik moest leren om te voelen. Want zonder te voelen kan je nooit naar die overtuiging. Waarom is dat waar? Omdat die overtuiging die kiest de gevoelens. De overtuiging kiest de gevoelens die erbij horen. Ja. Dus zodra ik weet welk gevoel bij welke overtuiging past, kan ik doorgaan met mijn proces. Dus ik voel iets. En dan is de vraag meteen, is dat een bekend gevoel? En als je eerlijk bent, is het antwoord altijd ja, want je verzint geen nieuwe gevoelens. Hmm. Alle gevoelens zijn een replay van iets wat er al, in mijn geval, 65, 77 jaar geleden is gebeurd. Ja. Dus dat is waar, het is inderdaad een bekend gevoel. En nu zeggen we, ga nou terug, volg dat gevoel met je ogen dicht. Laat het gevoel je terugnemen naar een moment toen je jong was, dat er iets gebeurde en je had hetzelfde gevoel. En het mooie daarvan is het kennelijk niet hetzelfde verhaal. En daarom doen we nooit verhaal. Ik heb geen enkele interesse in het verhaal. Het verhaal van de kamp betekent niks. Daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd in. Waar ik geïnteresseerd ben, hoe voel je, wat heb je ermee gedaan?
Dus er gebeurde iets, zeg maar de rode truck. Ja. Dat gebeurde. Toen had ik datzelfde gevoel van hopeloosheid, van bangheid, van rage. Mm-hmm. Want niemand zou mij ondersteunen, niemand zou me verhouden. Toen heb ik dat verzonnen. Is dat waar? Nee, dat is de vergevenis dan. Dus dan doe je vergeet me voor overtuiging dat niemand van mij houdt. Dat is onmogelijk. Dat is zo lang terug. Dat was in jouw geval misschien 50 jaar geleden dat gebeurde. Ja, bijna 80 jaar geleden. 80, ja, maar met ja. Maar en mensen zeggen vaak, nou, misschien dat het mooie is dat als je echt eerlijk in je gevoelens bent, en niet met je gedachten, mm-hmm. maar in je gevoelens, dan ga je altijd terug naar het moment wat je je herinnert. Altijd. En ik heb een mooi verhaaltje erover. Ik zat een keer in een restaurant met een oude vriend van mij, waar ik vroeger mee hockeyde en ook een hoop dronk. En die zei, dat werk van jou, dat is zo'n flauwekul, dat lijkt nergens op. Ik zei, nou, vind ik best. Toen zei hij, waarom doe je het eigenlijk? Ik zei, nou, ik doe het omdat ik eigenlijk meer op vrede en in liefde wil zijn. Toen zei hij, nou, dat heb ik niet nodig, want ik ben altijd op vrede. Maar ik weet dat het onzin is, want ik ken hem goed. En op dat moment ging een celtelefoon ging af in de tafel naast ons. En zei, daar baal ik van. Ik zei, oh, ik dacht dat je altijd op vrede was. Ja. Wat gebeurde er net? Wat herinner je opeens? En toen zei hij, omdat hij dronken was, ik ben 3 jaar oud, ik woon nog in Ierland en mijn zusje heeft net in de hoek gepiest. En wat betekende dat? Ik ben niet belangrijk. Niemand heeft respect voor mij. En dat werd weerspiegeld door die telefoon. Dus meteen kwam die oude herinnering van in zijn geval bijna 60 jaar geleden naar boven. En dan kan je het genezen. Nou, hij was niet geïnteresseerd in het genezen, maar normaal gesproken, mensen die bij ons komen, die zijn wel geïnteresseerd. Ja. En dan doe je de vergevenis. Het hoeft dus nooit precies hetzelfde te zijn. Ik denk, het is altijd heel anders. Het heeft vaak niets te maken met wat je denkt. Ja, want je zou kunnen denken, het heeft iets met een telefoon te maken. Dat ik vroeger altijd, mijn moeder belde die dan nooit op of zo. Maar dat kan. Nee, maar dat toen ik jong was bijvoorbeeld, was er geen telefoon. Nee. Dus voor mij zou dat niet werken. Ja. Maar het is zo vaak is het verhaal zo anders als we terugkomen naar het moment. Dan denk je, dat heeft niets te maken met wat ik dacht. Maar toch zit het daar. Ja. Toen heb ik verzonnen dat ik zeg maar wat ik ben. Ja, ik snap de link nu. Ja. Toen heb ik de valse ik verzonnen en uitgevonden. Ja. Maar zijn dus alleen maar valse ikken, als ik jou begrijp. Er is geen waar ik. Jawel, dus echt de ware ik. Nou ja, de grote ik dan. De grote, zeg maar. Dat zijn wij. Ja. Dat zijn jij en ik. Ja. Maar dat is dezelfde ik. De valse ik. Die ene ik. Ja, de ene ik. Ja. Er is maar één ik. Ja. En dat ben jij en dat ben ik. En dat is de telefoon, de tafel, de boom. Ja. Dat is de ene ik. Dat is universele ik. Ja. Om het leven zo te noemen. Maar God. Ja. Het doet er niet toe wat je het noemt. Ja. Want dat ben je. Maar wie je denkt dat je bent, is een ikje. En dat is een uitvinding. Ja. En die uitvinding in de meeste gevallen van mensen die wij ontmoeten, omdat wij zijn dus therapeuten, in de meeste gevallen werken niet voor ze. Hmm. Een heel mooi geval heb ik van een hele goede vriend van mij, die was oorspronkelijk een cliënt en nu een van mijn dierbare vrienden. Een hele grote bonds in de historische wereld, die had iets van 50.000 mensen die voor hem werkten. Prachtig man, bomduiter, iedereen dacht dat een ongelooflijk leven heeft hij. Maar hij was suicidaal, zijn vrouw was aan de pillen, zijn dochter was een drug addict en zijn leven was bijna over. Maar niemand kon het zien. Dus hij had die overtuiging dat hij niets waard was. Wat heeft hij ermee gedaan? Heeft hij zo hard gewerkt dat niemand er ooit naar zou kijken. Ja. En dat heeft hij nu getransformeerd. Hij doet nog hetzelfde werk, niks is veranderd, maar hij is nu dolblij. En duurt zoiets lang? Moet ik daarvoor lang bij jou op Costa Rica verblijven? Het neemt zo lang als jij het wil. Oké. Dus de meeste mensen zijn zo verslaafd aan hun identiteit dat het inderdaad even duurt. In mijn geval, mijn oude overtuiging die ik nog heb van dat ik liefde kan verliezen, daar ben ik al 20, 25 jaar mee bezig. En die is er nog steeds een beetje. Niets vergeleken bij 25 jaar geleden. Maar alle andere overtuigingen ben ik vanaf. Je kan mijn vrouw vragen, ik word nooit boos, ik maak me nooit zorgen. Is dat een goede graadmeter als je niet zo gauw meer boos wordt en niet zoveel zorgen maakt? Nou, boos zijn is enorm giftig. Het is enorm schadelijk. Ja. En er is geen enkel voordeel van. Het duwt alleen maar mensen weg, het duwt jezelf wel zelf weg, je blijft meer en meer alleen.
Nou, ik zou kunnen denken, als ik in de rij sta en iemand kruipt voor, dan word ik even boos en dan ben ik sneller aan de beurt. Denk je. En dan voel je je beter. Nou, maar wat zegt dat boosheid op dat moment over jou? Ik word niet gerespecteerd. Ja, precies. Mensen lopen over me heen. Ik moet altijd wachten. Ja. Ja. En waar kwam dat vandaan? Wie liep over je heen toen je klein was? Oh ja, mijn vader. Mijn moeder. Die behandelde me alsof ik niet bestond. Ja. Daar komt het vandaan. Niks met die VAR in de line-up te maken. Nee. En dat is het mooie ervan. Dat je kijkt niet eens naar wat er gebeurt. Je kijkt alleen maar hoe voel ik me. Maar moet ik dan in zo'n rij, ik neem even dit voorbeeld, hè, moet ik dan gewoon glimlachen en denken... Absoluut. Dank je wel. Absoluut, dank je. Ik ben zo blij dat het deed me niks meer. Ik ben toch genezen. En ga je gang. Je hebt eindelijk haast. Ja. En je hebt meer haast dan ik, want ik wacht even. Ik heb toch geen haast. Ja. Ik moet heel erg lachen, omdat ik dit soort situaties... Ook op de weg. Ik heb zulke ruzies uitgevochten op de weg met mensen die dan... Die afsnijden. Ja, en dan herken je, daar is weer die pijn of daar is weer dat verdriet. Ja. En dan denk je, ik ga jou eens even aanpakken door mijn groot licht aan te zetten. Of je gaat mijn hoorn leunen, of je krijgt een vinger, of je wordt Italiaans opeens. Ja. De reacties zijn voorspelbaar, omdat ze uit een overtuiging komen. En werkt dat nou ook besmettelijk andersom? Ik bedoel, stel nou, ik laat jou gewoon voor. Je hebt kennelijk de neiging om voor te dringen. Jij denkt dat je heel erg belangrijk bent of haast hebt. Ik hou het bij mezelf. Transformeert de ander dan ook? Dat is niet mijn taak. Oké. Okay. Je zou nog kunnen denken, ik ben een soort weldoener die hem voorlaat. Dat is niet mijn taak. Nou, als die andere mijn cliënt is en het gebeurt in een therapeutic session, setting, dan kan ik vragen... Dat je drong net voor. Wat dacht je? Wat was je gevoel toen je voor wou dringen? Want hij heeft dezelfde overtuiging. Ik ben niet belangrijk. Door voor te dringen, krijgt hij het gevoel dat hij macht heeft. Oh, ja. Ik heb geen enkele macht, maar nu heb ik even het gevoel dat ik macht heb. Ja, ja, ja. En vooral in Holland. Ik ben blij dat je dat hebt. Holland werkt iedereen met zijn ellebogen. Ik heb nog nooit iets meegemaakt in Holland. Ik kwam op Schiphol aan. En ik weet niet waarom die Nederlandse vrouw in mijn rij stond, want ik zat in de maar die op bijna een elleboog gaf. Ja. En ik zei tegen haar, u heeft duidelijk meer haast dan ik. Maar we komen samen toch terug. We komen er toch doorheen. Ja. Ga je gang. En toen? Nou, ze keek of ik gek was, maar ze bleef toch naar voren. Ja. Ze ging toch naar voren. Ja. En is dat dan weer van vergeef ze weten niet wat ze doen? Of? Nee, het gaat, vergeven is niet voor hen, het is voor mezelf. Okay. Als ik daar boos over geweest was, dan moet ik mezelf vergeven, omdat de verkeerde entiteit die boosheid koos. Ja. Dat is de verkeerde keuze. De keuze is gewoon te vragen, waar is dit voor? Die gaat gewoon voor me uit alsof ik niet besta. Waar is dat voor? Nou, dan kan ik even genezen die overtuiging dat ik eigenlijk niet belangrijk ben. Dat is een oude woord. Die bestaat niet, dat is niet waar. Oké. Dan ben ik al klaar. We hebben het nu over iets kleins, voordringen. Stel, ik kom daar buiten, mijn auto is weg. Ja. Dan moet ik bij mezelf blijven. Ja. En dan zou ik kunnen denken, nou, het is maar goed dat die auto weg is, want je reed toch altijd al als een gek. Of, nu kun je tenminste eens lekker wandelen. Nee, wat je nu doet, je doet het nu met je gedachten. Cognitief ben ik het aan het weg. Dat noemen ze in de psychologie, geloof ik, cognitieve dissonantie. Hè? Precies, dat lukt nooit, dat heeft ook geen enkele zin. Hoe voel je je? Je komt naar buiten en je auto is weg. Wat voel je? Nou, ik denk dat ik toch wel even paniek zou voelen. Ja, paniek. Is dat een bekend gevoel? Ja, want ik heb twee keer meegemaakt dat er ingebroken werd in mijn huis. Ja. En dat zit nog wel ergens. Niet terug naar het verhaal gaan. Herinner je? Het gaat alleen over jou. Dus het gaat niet over het inbreken. Mm-hmm. Hoewel dat ook een herspeling is, een replay. Maar die paniek komt hier nog wel eens op onder alle omstandigheden. Ja. Ja. Ja, precies. Wanneer heb je dit eerst gevoeld? Ja. Wat gebeurt? Dan moet je dus met je gevoelens bij. Want je begint al te denken, dan gaat dat lukt niet. Je kan het alleen met je, want je ego, die pakt het meteen en die zegt, we gaan je even een andere kant op sturen. Ja. Want dan kom je er niet meer uit. En daarom, die wil maar weg hebben bij dat gevoel. Die wil je weghouden bij het gevoel. Je praat je uit het gevoel. Het doet er niet toe. Ik heb genoeg geld om een nieuwe auto te kopen. Mm-hmm. Dan zijn we klaar. Ja. Nou, ik zat nu met het verhaal. Ik weet dat mijn moeder me ooit eens verteld heeft dat ze me alleen als klein jochie in een caravan achtergelaten heeft. En dat ik totdat ze terugkwam, heb ik op de deur staan bonzen. Ja. Helemaal in paniek waarschijnlijk. Want mama laat mij alleen. Je bent verlaten. En ik word verlaten.
Ja, en wie verdient om verlaten te worden? Ja, iemand die slecht is natuurlijk, of niet waardig. Dat was één van jouw overtuigingen, ja, die je toen hebt kunnen maken. Ik weet niet of je die gemaakt hebt, maar dat is jouw proces. Hm. Dat moet je zelf uitvinden, of die nog bestaat. Ja. Maar dan moet ik dus niet in het verhaal gaan. Het verhaal is niet belangrijk. Het gevoel. Hoe voelde je toen je moeder je alleen liet in die kamer? Wat was het sterkste gevoel? Nou, het was paniek, het was zeg maar, nou, dan heb jij dus een overtuiging gemaakt op dat moment, wat denk je dat zou kunnen zijn? Wat zei het over jou, dat je moeder je alleen liet in een camper? Nou, niet belangrijk. Ja, niet belangrijk, ik snap niet van me. Niemand houdt van me, ik ben verlaten. Ik sta er alleen voor. Ik sta er alleen voor. Dat zou ik denk ook denken, dat ik mijn auto niet zou, dan zou niet in mij opkomen. Ik denk, nou, dan vraag ik aan Diederik of die me misschien even naar het station wil brengen. Als je, ja, maar het is alles namelijk volkomen neutraal. Een mooi verhaal daarvan was ongeveer 10 jaar geleden op het centrum. Toen kregen we een enorme donatie van $30.000, wat voor ons een enorme opgave is. Dat is dat maakt een enorme hoop uit voor ons. En 's ochtends om 5 uur klopte een van mijn staffmembers op mijn deur. En die zei, er is ingebroken en de hele kluis is weg. Weet je wat mijn reactie was? Oh wel. En dan, het betekent niks. Het geld is weg. Wat betekent dat? Zonde? Het betekent dat het geld is weg. Zonde is een interpretatie. Oké. Het betekent alleen het geld is weg. Niks anders. Ja. En de rest is allemaal? Allemaal verhaal. Ja. En allemaal verhaal dat ik zelf verzin om mijn identiteit te verdedigen. Ja. Want, om consistent te zijn met wie ik denk dat ik ben, maar wie ik denk dat ik ben, ben ik niet. Ja, want je denkt dat jou dat aangedaan is. Als die auto kwijt zou zijn, zou ik ook denken van, iemand doet mij dit aan. Niemand kan me iets aandoen. Ik doe alles mezelf aan. Jij kan me niets aandoen. Hm. Ja, doet me dan toch aan het verhaal van Viktor Frankl denken. Hè? Is het ook sterk mee geallieerd. Je kan me alles doen fysiek aandoen. Je kan me slaan, je kan me doodmaken, je kan me benen breken. Dat kan je doen. Maar je kan me niet raken. Dus wie ik ben, en dat is weer de boodschap van de kruisiging. Ze denken dat ze het allemaal doen, maar dat kunnen ze niet. Nee. Want ik ben de geest. I'm spirit. Ja. I'm love. You can't hurt me. Ja. Heb ik een heel mooi verhaal, een echt verhaal. Ik weet niet of het in het boek staat. Ik weet namelijk, ik ben al vergeten wat er allemaal in het boek staat, maar ik zal het toch even vertellen. Ja. Jaren geleden, een jaar of 18 geleden, had ik 2 cliënten. Die waren Indianen, een vrouw en een man. En die waren allebei heroïne addicts. En de vrouw zat in een wheelchair, ze was paraplegic. En uiteindelijk waren ze het mee eens dat ze benefits zouden voordeel krijgen om naar een workshop te komen. En toen zei die man, onder 1 conditie, dat niemand met haar werkt behalve jij. En ik zei best. En nou, die man was in een jaar 40 en die had al meer dan 25 jaar in de gevangenis gezeten. Hij had 2 tranen getatoeëerd hier, wat betekent dat hij een dubbele moordenaar. Ja. Hij en ik gingen voor lunch en we kwamen terug en zijn vrouw was er niet. En hij zei, waar is ze? Ik zei, ik weet het niet, misschien dat ze een proces aan het doen met een van de staaf. Nou, hij went berserk. En hij stond zo vlak voor mijn hoofd. En hij zei, I could kill you, I could rub you out like a dog, it wouldn't mean a thing to me. En ik zei, you can't hurt me, je kan mij geen pijn doen. En toen schreeuwde hij nog harder. Ik zei, je kan mij geen pijn doen, ik hou van jou. En toen viel hij op zijn knie en begon te huilen, het was afgelopen. Ja. Toen had het proces gedaan. Maar als ik bang geweest was, dan had ik een mes in mijn rug gekregen. Ja. Maar ik was geen moment bang. Want ik wist dat hij kon mijn lichaam doodmaken, maar dat had niks met mij te maken. Ja. Dus de angst voor de dood is bij jou finito? Er is geen angst voor. De angst voor dood is de angst voor liefde. De angst voor dood is de angst voor het leven. Want als je van je leven houdt, dan is dood daar een gedeelte van. Hm. Het is niet het einde van het leven, het is gewoon een gedeelte van het leven. Onderdeel. Een onderdeel. Ja. Oké. En angst voor liefde? Angst voor liefde, hoe moet ik dat zien dan? Angst voor dood? Angst voor liefde is die angst voor het verlies van identiteit. Ja. Wie ben ik in echte liefde? Wie ben ik? Ik besta niet in echte liefde. En dat heeft het ego ook gezegd, hetzelfde met de dood. In de dood besta je ook niet, zegt het ego. Mm-hmm. Maar dat doet er niet toe. Dus de echte identiteit die in echte liefde wordt weerspiegeld, die is onaantastbaar.
Die kan nooit geraakt worden. Er kan ook nooit iets mee beginnen. Dat kan niet minder of meer worden. Ja. Die is altijd maximaal. Dus de angst voor de dood is de angst voor liefde, is de angst voor leven, is de angst voor God. Het is allemaal hetzelfde. Oké. Jouw boek, hè? Wie vertaalt dat? Ken jij die persoon? Ik weet nog niet zeker wie het gaat vertalen. Een achternicht van mij heeft het aangeboden en die gaat dus het eerste hoofdstuk vertalen. En dan sturen we dat naar mij doet en het redactiebord. En als ze zeggen dat is goed, dan gaat zij het doen. Ja. Anders doet iemand anders het. Want het luistert nogal nauw, als ik jou goed begrijp. Een paar woorden kunnen een behoorlijk verschil maken in hoe ik jou interpreteer. Enorm verschil. Ja. En daarom ben ik er een beetje huiverig over. Want ik lees bijvoorbeeld de cursus in het Hollands. Ja. En er staan een hoop woorden in die wel letterlijk vertaald zijn, maar die in het Engels iets anders betekenen. Ja, ja, ja. Dus tenzij je dus Engels heel goed kent, ja, dan kan je dat niet pakken. Ja. Dus ik vind altijd met de Hollandse cursus prachtig vertaald, ideaal, letterlijk, prima, prima, prima vertaald. Geef het nu aan een dichter. Een dichter? En laat die het herschrijven. Ja, ja, ja. En dan krijg je het gevoel van de cursus weer terug. Want je begint ook je lezing gisteren in Amersfoort met een gedicht van Rumi? Of? Hafiz. Ja. Hafiz, ja. Waarom doe je dat? Omdat ik altijd zeg dat Hafiz en Rumi en Boeddha en Meister Eckhart zijn allemaal auteurs van de cursus. Die hebben allemaal samen de cursus geschreven. In hun woorden? Het doet er niet toe. Ik doe de persoonlijkheid niet. Dus ik werk niet met het idee dat Jezus de cursus geschreven heeft. Mm-hmm. Nee. Dit interesseert me niet. Nee. Jaren geleden, toen werd ik nog uitgenodigd naar cursussen en wonderconferenties. En toen zei iemand, op een gegeven moment gaf ik een lezing, en toen zei iemand tegen mij, jij spreekt nooit over Jezus. Want dat is toch de auteur van de cursus. En ik zei, nou, ik spreek inderdaad nooit over Jezus. En toen zei ze, nou, wie denk jij dat de auteur is? En ik zei, mijn hond heeft het in de sneeuw gepiest. Dat vonden ze niet leuk, dus ik werd nooit uitgenodigd. Kan ik me niet zo voorstellen. Maar het zijn dus allemaal metaforen. Jezus, hond. Het doet dat niet toe. Boeddha. Voor mij, de medium is not the message. En de medium is Jezus, de medium is Meister Eckhart, de medium is Eckhart Tolle. Dat zijn de media. Ja. Maar de boodschap heeft daar niets mee te maken. Ik heb als iemand horen zeggen: ga niet de postbode vereren voor de liefdesbrief die komt brengen. Precies. Precies hetzelfde. Ja, heel mooi gezegd. Ja. Ja. Maar wij gaan die postbode maar. Oh, ja. Dan ja, die postbode. En niet met die. Die brief. Het gaat om de brief. Ja. 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 En het gaat nu ook niet om het papier van de brief. Het gaat om de inhoud. Ja. Ja. En niet eens om de letters eigenlijk. Precies. Nee. Ja. Ja. Hebben we de 6 stappen al gehad? Geloof het niet, hè? Nou, we zijn er bijna doorheen. Okay. Dus je bent terug naar je gevoel. En daar had je een beetje moeilijkheden. Want je deed wat iedereen doet. Je gaat meteen terug naar je gedachten. Ja. En in je gedachten kom je er nooit uit. Want dan kom je weer bij het verhaal. En het gaat niet om het verhaal. Dus je blijft in je gevoel. En dan komt er opeens een herinnering naar boven. Oh ja, dit gebeurde er. En toen heb ik besloten dat ik, noem het maar, dat ik dat ben. En dat ben je niet. En dan doe je de vergevenis. Dan zeg je dus vergeef me voor de overtuiging dat ik slecht ben bijvoorbeeld. Dat is niet waar, je bent de liefde. Het is alleen maar een geloof. En dat is de kracht van het werk. Het is een geloof, het is een overtuiging. Het is niet de waarheid. Je hebt geen persoonlijkheid. Je hebt geen karakter. Dat heb je allemaal zelf verzonnen. En dat kan je herverzinnen. Ja. En dan de laatste stap is vergeet me dat ik vergeten ben. Dat ik alleen liefde ben. Vergeet me dat ik vergeten ben dat er alleen liefde is. Vergeet me dat ik vergeten ben dat alles altijd goed is. Altijd voor mij, altijd voor jou, altijd voor ons beiden. Geen fouten. Er is nooit iets fout gegaan. Nooit. Ja, dat klinkt als een grote opluchting. Maar dan kom ik toch weer met non-dualiteitsstokpaardjes. Het is dus geen shortcut. Hè? Het is dus niet wat je soms wel eens ziet gebeuren. Ik dacht dat ik een ik was. Nu weet ik dat ik geen ik ben. Dus dan denk ik gewoon dat ik geen ik ben. Dat werkt natuurlijk niet. Nee, hè? Nooit. Want je hebt je overtuiging niet getransformeerd. Nee, die zijn er nog steeds. Die zitten er nog onder. Wat ik dat noem ik heel liefdevol. Poep met icing. that looks like a cake. Like a cake. Maar het is niet, het is nog steeds poep. Er zit shit onder. Het ziet er alleen leuk uit. Ja. Ja. En lopen er daar ook van rond in het, zullen we maar zeggen, goeroe-wereldje? Poep met icing? Daar ga ik echt geen oordeel aan hebben. Nee, maar dat idee heb je soms nog wel eens.
Dat je denkt, ja, maar we zitten hier dus in iets te aanbidden buiten onszelf. Ik noem geen namen, maar ja, je kent ze allemaal wel, de grote... Mm-hmm. Maar, laat ik dan een andere vraag anders stellen. Is daar een risico aan? Of zeg je van, nou, op een gegeven moment kom je erachter dat daar poep onder die icing zit, dus dan ga je wel weer verder. Ook geen fout in. Er is nooit een risico, want risico implies, ja. Er heeft inbegrepen dat er iets verkeerd gaat. Ja. Ja, dus jij kan echt een valse guru volgen. Maar die zijn er dus eigenlijk niet, valse gurus. Nou, er zijn mensen die ik goed ken, die continu zeggen het is een illusie. Mm-hmm. En dan vraag ik, is dat echt je ervaring? Nee, niet altijd. Nou, dan moet je het niet meer zeggen. Ja. Dat is een valse guru. Of iemand die zegt van, ik hoor dat je vrouw net gestorven is, maar het doet er niet toe, want ze is toch geen lichaam. Dat is een valse guru. Mm. Want dat is harteloos of zo. Het is harteloos en niemand ervaart het zo. Hmm. Dat is een heel lief verhaal van een Rinpoche. Die had een favoriete student. En die student stierf. En toen de Rinpoche en al zijn studenten kwamen samen en de Rinpoche huilde. En iedereen zei, of een van de andere studenten zei, ik begrijp het niet, je hebt ons al 20 jaar geleerd dat we geen lichaam zijn en nu huil je. En dan zei ik, hou omdat ik verdrietig ben. Dus doe maar normaal. Ja. Zolang ik hier ben, heb ik een reactie die ego gebaseerd is, dat weet ik. Maar die ga ik niet ontkennen. Ja. Dus dan moet ik altijd, dat doe ik ook nooit. Ik zeg nooit, het is maar een illusie. Tenzij het waar is voor mij. En dan zou ik het alleen maar voor mezelf zeggen, niet voor jou. Ja. Je gaat dat niet van de daken schreeuwen? Absoluut niet. Nee. Choose Again, gaat het boek dan ook Kies Opnieuw heten? Of weet je het nog niet? Nou, dat weet ik niet. Ik weet het nog niet. Ik heb het even met mij net over gehad. En zij komen met wat titels. En misschien kom ik wat met titels. Komen er vanzelf achter? We komen er wel achter. We vinden het wel. Ja. Ik heb nog 2 titels van lezingen van jou op YouTube. Bedoeling is betekenis. Kun je dat misschien nog een beetje duiden wat je daar mee doet? Ja, mooi is dat, hè? Ja. Purpose is meaning. Het doel wat ik geef aan mijn leven geeft het ermee de betekenis die het heeft. En wat is het doel? Als het doel is om geld te verdienen, wat is het echte doel? Wat is de betekenis daarvan? Om te overdekken, zodat niemand ziet hoe minderwaardig ik ben. Hoe bang ik ben. Hoe bang ik ben. Ja. Hoe zielig ik mezelf voel. Of hoe arm ik eigenlijk ben op het diepste niveau. Ja. Dus daar komt het vandaan. Oké. Okay. En je zegt ergens, je bent een 10. Dat vind ik natuurlijk leuk om te horen. Ja. Je bent een 10, ik ben een 10. Er is alleen maar een 10. Dus als ik denk dat ik een 5 ben, zit ik in een valse identiteit. Dus wie je bent is maximale liefde. Altijd. 100%. Mag ik dit dan perfectie noemen, waar ik hier onwaarschijnlijk in rondren? Absolute spirituele perfectie. Niet ego-perfectie. Dus ego-perfectie is een gevaarlijk beest. Want daar ga je aan onder, want dat ga je nooit. Dus ego-perfectie komt altijd van een overtuiging dat ik minder ben dan. Ik ben minder waardig. Hmm. En dan word ik steeds beter op wat ik aan het doen ben, zodat niemand het hoeft te zien hoe minder waardig ik ben. Maar op de duur ga ik daar kapot aan. Want het ego gaat nooit toegeven dat ik het nu goed doe. Dat ik het nu goed doe? Ja. Zou het ego wel van jou zeggen dat je het goed doet? Nooit. Ook niet? Nee, dat is zijn taak niet. Zijn taak is om mijn neus te drukken in waar ik nog aan moet werken. Ja. Ja. Ja, dat is mooi gezegd. Maar ik zou me nu met jou kunnen vergelijken en denken van, goh, ik hoop dat ik als ik 77 ben ooit, nou ooit, dus over, ja, voor 32 dat jaar, hij wel. Ja. Dat ik er ook zo bij zit. Zo in zo'n mooi gebied en met zo'n mooi werk. En ik heb het beste leven ooit. En zo buiten alle verwachtingen. Het is eigenlijk een herhaling van... Ik heb de langste carrière op de middelbare school in Holland. Ik ben 3 keer in de tweede klas blijven zitten. Dat mocht toen nog? Dat mocht toen nog en daar was ik goed in. En toen ik eindelijk mijn eindexamen haalde op de HBSB, toen werd mijn naam geroepen om het diplomaatje op te komen halen. En toen zei de rector van het nieuwe lyceum, die zei, wie had dat ooit verwacht? En zo zie ik de hele dag. Wie had dat ooit verwacht? Met die ogen kijk jij. Dat ik zo'n mooi leven zou kunnen hebben. Zoveel liefde. Zo'n prachtige vrouw. Zo'n mooi werk mag doen. Zulke mooie mensen in aanraking mag komen. Wat een schitterende ervaring.
Dus dat heeft ook met dankbaarheid te maken, heel veel. Alles met dankbaarheid te maken. Continu. Continu dankbaarheid. En Meister Eckhart zegt dat heel mooi. Als je maar twee woorden leeft, leert je hele leven. En dat is dankje. Dan heb je alles geleerd. Mooi gezegd. Als mensen met jou in contact willen komen, kan dat dan makkelijk, Diederik? Of ben jij... Je moet even wachten. Ik moet even naar de wc. Oké, is goed. Kan ik dit meenemen? Wacht. Het is hetzelfde als een infuus in het hospital. Ik kan me zo voorstellen, Diederik, dat mensen dit zitten te luisteren of te kijken en denken, ik moet naar die man toe. Maakt niet uit hoe lang ik moet vliegen. Die gaat mij helpen. Ten eerste, is dat nodig? Ik bedoel, moeten we per se naar jou toe? Of zeg je van, nee joh, doe dit gewoon zelf. Dat is een moeilijke vraag. Je kan het natuurlijk zelf. En de zesstapproces is ontworpen om het zelf te doen. Maar in het begin heb je echt hulp nodig. Omdat het zo moeilijk is om step 2 te nemen. Omdat het zo moeilijk is om echt te voelen. Hm. Omdat het zo moeilijk is om echt uit je gedachten te gaan en alleen in je gevoelens te blijven. Omdat het zo moeilijk is om niet het verhaal meer te vertellen. Dus in het begin is het erg belangrijk dat je hulp krijgt. Of van mij, of van onze organisatie in Costa Rica, of in Frankrijk, of in Holland. Er zijn een hoop resources die je kunnen helpen. Hmm. Dus je hoeft niet naar mij. Dat is niet belangrijk. Maar het is in het begin wel, lijkt me wel essentieel dat je iemand hebt die je dat echt leert. Hmm. Het is echt, het is een heel nieuw idee. In je eigen gedachten. Het is een mind training. Het is een transformatie van je oude gedachten. En in het begin is dat moeilijk. Het is echt hetzelfde als een taal leren. Hmm. Moet ik als ik Frans wil leren, moet ik dan eens per week naar een klasje in Amsterdam? Of ga ik een 2 weken in Parijs wonen bij een Franse familie? Ja. Dat is hetzelfde verschil. Wat gaat sneller? Nou, integratie is het allerbelangrijkste. Dus als ik het niet integreer, blijft het een leuke theorie. Ja, daar heb je niks aan. Ja, nee. Daar heb je weinig aan. En daarom zeg ik ook altijd, je kan zoveel boeken lezen. Maar als je er niet iets mee doet, dan kan je het volgende boek weer lezen. En iedere boek zeg je, dit is leuk. Maar er gebeurt niks. Zelfs een cursus in wonder? Nee, de cursus in wonder is volgens mij die uitzondering. Omdat ze die lessen hebben. Ze hebben 365 lessen. En ik had net lunch met een goede vriend van mij. Die al 2 keer door de cursus geweest is, maar nooit de lessen gedaan heeft. Wat doe je dan? Je leest dan in mijn woorden. Maar als je echt de cursus doet, nou dat betekent de lessen doen. Ja. Dat betekent bijvoorbeeld les 4, die zegt mijn gedachten over iemand me afsnijden in verkeer betekent niks. Ja. Moet je voorstellen, als je dat echt weet, dan ben je vrij. En zo is het met alle lessen. Iedere les heeft iets, maar als je dat echt weet, dan ben je klaar. Ja, dat ga je ook echt beoefenen. Absoluut. Ja. Vandaag geef ik geen enkele betekenis aan de dingen die mij overkomen, bijvoorbeeld. Ja. Wat dan ook. Goede dingen, slechte dingen. Wat dan ook, goede dingen, slechte dingen. Ik ga ze allemaal als neutraal zien. Ja. En dan schreeuwt het ego, dat is niet waar, dat is niet neutraal, die auto had niet gestolen moeten worden. Ja. Maar toch blijven doorgaan. Ja. Dus je antwoord op je vraag is, je hoeft niet met mij, maar ik zal je wel aanraden om hulp te krijgen, hulp te halen. En moet ik de cursus gedaan hebben voordat ik naar jou toe mag komen? Niets ermee te maken. Nee. Helemaal niet. Nee. Moet ik je boek gelezen hebben? Nou, het zou helpen. Het zou absoluut helpen, omdat het je een diepe achtergrond geeft van het zesstappenproces. Ik heb het geschreven om echt een hele complete exposé te hebben waar alles in staat hoe je eraan kan werken. Dus van dat point of view, ja. Het maakt het gewoon beter. Hetzelfde, als je Frans wil leren, moet je dan de grammatica leren, ja. Ja. Hetzelfde. Dus enige voorkennis is wel, noodzakelijk wel handig. Het helpt. Het maakt een enorm verschil. Ja. Ja. En ga ik dan intern bij jou? Slaap ik daar ook? Of hoe werkt dat? Dat kan. Je kan het ook, ik doe Skype sessions en andere staff members doen dat ook. En dat kan je dus 1, 2, 3 keer per week wat je me wilt doen. Of je komt naar Costa Rica voor een tijdje. En er zijn slechtere plaatsen om heen te gaan. Of je komt naar Frankrijk, waar we ook 6 weken per jaar werken. Of naar Holland, of waar dan ook. Het is weer, hoe dieper je erin gaat, hoe dieper je erin gaat. Hmm. Dus hoe meer er ook binnenkomt. Ja. En soms, ik heb nu net met een vriend gesproken die net terugkwam uit Costa Rica. Die was er 4 weken geweest.
En die zegt, nou, ik doe die zestapel jaren, maar nu begrijp ik het. En waarom dat? Omdat je daar, doe je het 14 uur per dag. Ja. Dus je hebt, het is echt een diepe integratie. En solo of in groepsverband? Het is in groepsverband. Ja. Meest, we doen ook één op één werk, maar voor mijn gevoel is groepsverband exponentieel meer effectief. Waarom? Omdat iedereen aan hetzelfde werkt. Dus ik zit in een groep met 12 mensen. Ik denk dat niks met jou te maken. Jouw verhaal betekent niks. Maar als ik luister, zijn het allemaal over mij. Gaat ieder verhaal over mij. En dan is het dus veel sterker. Dan wordt het dus helemaal geamplified. Ik weet niet hoe je dat in het Holland heet. Ja, versterkt. Het wordt versterkt. Ja. En je zegt, ieder verhaal gaat over mij. Dan moet ik denken aan, dus iedere serie of film of boek wat ik lees, gaat dan ook eigenlijk over mij? Of alles. Ja. Wauw. Dus als je een reactie hebt. Ja. Als je geen reactie hebt, gaat het niet over jou. Dus bijvoorbeeld, je kan zeggen, dat is een dennenboom. Dat betekent niet jij een dennenboom bent. Nee, dat doet me niks. Doet je niks. Nee. Maar, ik haat dennenbomen. Nu hebben we iets om aan te werken. Ja. Dan is er iets met die dennenboom die je terugbrengt naar de herinnering van 50 jaar. Hoe oud ben je nou? Ik ben 45. Van 42, 43 jaar geleden gebeurde er iets en je had hetzelfde gevoel wat je voelde toen je naar die dennenboom keek. Hmm. Het gaat niet over de dennenboom. Het gaat over wat je voelde. Ja. Dus het gaat altijd om het gevoel. Er kan zelfs zo'n woord iets triggeren, want bij dennenboom denk ik aan dat liedje, O Dennenboom. Ja. Misschien moest ik dat wel verplicht zingen thuis of op school en had ik daar een pleurishekel aan. Ja, natuurlijk. Ik vond het ook een verschrikkelijk liedje. Ja, hou op. Special Tannenbaan, dat ja. Oh, de Duitse versie, ja. Oké, okay, dat is dus duidelijk. Mensen kunnen naar Costa Rica komen. Hoe vaak kom je nog naar Nederland? Of is dat ook niet op voorhand te zeggen? Ik word steeds ouder, heb ik gemerkt. En dit transcontinentaal vliegen gaat me niet in de kleren zitten. Dus ik word iedere keer behoorlijk moe. Ja. Maar ik geniet er zo van. Ik vind Holland zo heerlijk. Zelfs al ben ik 55 jaar geleden weggegaan, ik vind het nog steeds zo heerlijk hier. Dat ik ga het zo lang doen als ik het ook maar mogelijk kan. Ja. En dan kom ik dus ieder jaar in september voor een paar weken. September? Ja. Oké, okay, net als nu. En nog even kort terug naar de bijeenkomst van gisteren. Daar stellen mensen ook vragen, neem ik aan. Het mooie gisteren was, en je zal het zien als het uitkomt over een paar weken, zit het op YouTube. Gisteren heb ik zeker 3 of 4 of 5 echte processen gedaan. Dus mensen in de zaal? In de zaal, die in sommige gevallen behoorlijk heftig waren. Maar, althans, in eerste instantie. Mm-hmm. Maar zodra ze eraan beginnen, erkennen ze dat ze helemaal niet heftig zijn, dat ze zichzelf heftig gemaakt hebben. Mm-hmm. Dus dat doe ik altijd. Ik geef geen lezing om alleen maar te praten. Dan kunnen ze ook ergens anders lezen. Dat hoeven ze mij niet te zien. Ja. Dus voor mij moet het echt een diepere zin hebben. Ja. Het zijn echt workshops. Ja. En we zitten hier voor een hele grote boekenkast. Zijn er nog boeken die jij mensen aanraadt? Ik zie Leo Tolstoy daar staan. Dit is overigens niet jouw boekenkast, hè? Nee. Jij logeert hier. Is er iets wat je zelf nog leest, behalve de cursus? Meister Eckhart lees ik ontzettend graag, hou ik enorm van, heb ik een enorme bewondering voor, dat je die dingen durft te zeggen, terwijl je in weet... In die tijd? Je weet dat je er verband voor wordt. Ja. Rumi, Hafiz... Spinoza misschien? Spinoza ook. Ja, er is een hoop in Spinoza waar ik van geniet en een paar dingen waar ik het niet mee eens ben, maar dat doet er niet toe. En de cursus als je wil, maar... De cursus is, ik zeg altijd, als duizenden mensen de cursus oprapen, dan doet één het. En de rest, die kijkt daarna en na een tijdje geven ze het toch op. Maar als je echt de cursus doet, dan gaat het je leven veranderen. Dat is geen twijfel aan. En die Sagadatta, die naam heb ik je ook wel eens... Ja, ook. Ik lees ik ook vaak. En Punja lezen we. We hebben een klein boekje van Punja, dat heet This. En dat leven iedere dag nu al 14 jaar een stukje uit, iedere ochtend. Omdat het zo consistent is met ons teaching. Het zijn allemaal zeggen ze hetzelfde. Ja. Iedereen zegt hetzelfde. En als het niet hetzelfde is, is het niet waar. Het is heel makkelijk. Dus de cursus in wonderen is ook non-dualiteit? Ja, absoluut. Meister Eckhart ook? Ja. Spinoza op zijn manier ook? Ja. Om het maar een naam te noemen. Ja. Geven. Oké, okay, ja. Dat is geruststellend. Ja. Mooi. Nou, dankjewel voor je tijd en je mooie ontvangst hier. En we wachten even af wanneer het boek in het Nederlands... Het is dus nu in het Engels al verkrijgbaar, hè? Ja.
Website is choose-again.com. Dat kan, ja. Die is in het Engels. En even voor mensen die denken, hey, ik wil meer van deze Diederik zien of horen. Er staat een mooi interview met Lilian Ferru op YouTube. Hè, in het er zijn iets van 20 interviews, kleine stukjes op YouTube. Ja, van je. In het Engels en in het Hollands. Ja. Meest in het Engels. Maar... En ook lezingen dus van Miracles in Contact. Waar ja, jij, die staan er ook op. Ja. Dus we kunnen een avondvullend programma met jou samenstellen. Absoluut. Om eens even in jouw woorden te duiken. Dank je wel. Dank jou. Geweldig.